Het parlement kent geen DNA-leden die niet behoren tot de fractie. Dat benadrukt DNA-voorzitter Jenny Simons. Parlementariër Celsius Waterberg, die de BEP onlangs heeft verlaten en een eigen partij heeft opgericht, is duidelijk over zijn positie in het parlement. Ik ben DNA-lid voor het volk, zei hij bij de proclamatie van zijn partij, de SDU. Simons verwijst echter naar het ordereglement waarin staat dat DNA-leden door een fractie worden vertegenwoordigd. Ik ben DNA-lid voor het volk. Zolang er iets is dat tegen de kansamen is, ga ik tegenstemmen. Maar als er iets is dat in voordeel van de kansamen is, ga ik voorstemmen. Dus wat dat betreft is helemaal geen probleem. Ik wok niet met oppositie. En ik wok ook, ik ben Waterberg van de DNA en ik ben voor een nationaal belang. Hij heeft gezegd en hij heeft gelijk. Hij hoort tot de visie van fractie. Zo is hij binnengekomen in de visie van fractie. Alle leden die komen na de verkiezing binnen in fracties, volgens het reglement van orde. Die fracties hebben de naam van de lijst, wat stond boven de lijst waarop ze gekozen zijn. En daarna kunnen volgens het reglement van orde de fracties, leden, aangeven als er veranderingen optreden. Het parlement bemoeit dus niet met de partijpolitieke consequenties. Het parlement zegt gewoon, als je een andere fractie hebt, dan moet je dat dan op een bepaalde manier aangeven. DNA-voorzitter Jenny Simons, en daarvoor hoorde u Celsius Waterberg, die stelt dat hij DNA-lid is van het volk. Bestuurskundige August Boldewijn vindt het echter dat deze stelling van de politicus op niets slaat. Hij is absoluut geen voorstander van afzonderlijke fracties in het parlement. DNA-lid van het volk, dat is iedereen. Dat is iedereen daar. Je bent namens het volk, althans je propageert de belangen van het volk, je verdedigt de belangen van het volk. Maar je bent voorgedragen door een partij. Zonder die partij zou je niet worden verkozen. Jij komt daar niet als individueel lid of als persoon om jouw persoonlijke visies en dat soort dingen naar voren te brengen. Nee, wat je naar voren brengt moet gedragen worden door de politieke partij die jou voorgedragen heeft. Dus dit systeem van eenmansfracties, dat is iets dat onwaardig is voor de Surinaamse politiek, omdat dat eigenlijk indruist tegen de hele, het politiek stelsel van ons. Dat is dus bestuurskundige August Boldewijn over het vormen van aparte fracties in de Nationale Assemblée. Volgens parlementsvoorzitter Jenny Simons is het reglement van orde hier duidelijk over.